Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar oefenmateriaal en wel zuren en bazen 1 PDF. Dit is de HAVO-versie, die kun je vinden op Chemia.nl. Gebruik de link in de beschrijving. De eerste opgave gaat over melkzuur en dat is een eenwaardig zuur. Dat wil zeggen dat die 1 H+ ion kan afgeven. En van dit zuur wordt 0,90 gram opgelost in een liter water. En vervolgens wordt de pH bepaald en die blijkt 2,7 te zijn. En vraag 1, geef de systematische naam en de structuurformule. Nou, dan zoek je in Binas tabel 66a de systematische naam op. En dan kom je uit op 2-hydroxypropaanzuur. En afhankelijk van welke methode je hebt op school, heb je die naamgeving al gehad. Propaan, dus 3 koolstofatomen. Dan een zure groep eraan, die ziet er zo uit. En dan op plaats 2 een hydroxygroep. Dit is 2-hydroxypropaanzuur. Vraag 2. Leg aan de hand van de structuurformule van melkzuur uit dat het een zwak zuur is. Nou, je ziet hier een carbonzuur en alle carbonzuren zijn zwakke zuren, dus ook melkzuur. Vraag 3. Laat met behulp van een berekening zien dat melkzuur een zwak zuur is. Nou, dat gaan we net doen alsof het een sterk zuur is. Want als het een sterk zuur is, is dit een aflopende reactie. En dan krijg je dus H+en en C3H5O3-. En 1 staat het 1. Nou, stel dat dit een sterk zuur is, dan is de reactie aflopend. En dan wordt dus alle melkzuur, alle 0,90 gram, omgezet in H+. En dat zuurrestion. En dan kunnen we de pH uitrekenen en vergelijken met de pH die we werkelijk hebben gekregen. Dus dat is ons plan. Dus we beginnen met C3H6O3. En de massa die is 0,90 gram. Je wilt natuurlijk die molverhouding gebruiken van 1 tot het 1. Dus dit ga je met de molaire massa omrekenen naar mol. Nou, dat is 90 gram per mol, dus 0,90 gedeeld door 90. Daar komt uit 0,010 mol. Nou, dan weet je ook hoeveel H+ er is, want die molverhouding is 1 tot het 1, dus ook 0,010 mol. En om de pH te berekenen moet je de concentratie hebben. Nou, in dit geval zit het in een liter, dus dan ga je de molariteit berekenen door de chemische hoeveelheid te delen door het volume. Nou ja, delen door 1, daar komt nog steeds 0,10 molair uit. Nou, dan kan je de pH berekenen. Dan doe je min de logaritme van de H+ concentratie. Dus min de logaritme van 0,010. En die 90, dat had 2 significante cijfers. Dus de molariteit is in 2 significante cijfers. Betekent dat je de pH moet geven met 2 decimalen. Daar heb ik een aparte les van. Maar hey, die pH, als die sterk zou zijn, dan zou de pH 2 zijn. Nou, is pH neutraal is 7. Onder de 7, dat is zuur. En als die sterk zou zijn, dan... Hier staat wel heel raar, zuur. Zuur. Als die sterk zou zijn, dan zou de pH 2,00 zijn. Maar het blijkt dat de pH maar 2,7 is. Hey, dat is dus minder zuur. Dus is het een zwak zuur. Kunnen we naar vraag 4. Waterstofjodaat. In 2 liter water wordt 1,5 mol HiO3 opgelost. Ga met Binas na of het een zwak zuur is. Nou, Binas, dan weet je, de grens tussen sterk en zwak, die staat hier bij H3O+ en water. Hierboven staan de sterke zuren. En daaronder staan de zwakke zuren. En dan zie je inderdaad dat HiO3... een zwak zuur is. Oké, vraag 5. Laat in een reactievergelijking zien hoe deze stof zich gedraagt in water. Nou, als dat HiO3 opgelost is in water, dan gaat het dus H+ ionen geven en IO3- ionen. Maar omdat het een zwak zuur is, is dit dus een evenwichtsreactie. Vraag 6. Geef de notatie voor de oplossing van waterstofjodaat. Nou, die evenwichten van zwakke zuren die liggen sterk aan de linkerkant. Dus H+ en IO3- is er nauwelijks. Dus dat betekent dat de notatie van het
van de zure oplossing in dit geval is HiO3Aq. Daar heb ik een aparte les van dat notatie van de oplossing. Vraag 7. In onderstaand diagram zie je een schets voor de hoeveelheid HiO3 in de tijd. Leg uit dat uit het diagram ook blijkt dat het om een zwak zuur gaat. Nou ja, als het een sterk zuur is, dan is deze aflopende, dan is dit evenwicht een aflopende reactie. En bij een aflopende reactie hou je niks van die beginstof over. Dan zou die dus helemaal naar nul moeten gaan. Nou, dat doet hij niet. Dus dat betekent dat niet alle HiO3 wordt omgezet en dus is het een zwak zuur. Vraag 8. Schets in het diagram ook het verloop voor H+. Nou, dat kun je doen met een Boo-tabel, ook daar heb ik een aparte les van. Je kunt ook gewoon kijken, hij daalt hier 2,25 centimeter. Nou ja, de molverhouding is 1, staat tot 1. Dus als de HiO3 met 2,25 centimeter daalt, dan moet die andere met 2,25 centimeter stijgen. Dus die lijn voor H+, die komt hier ongeveer uit. Nou, dan kun je ook nog tussenliggende punten doen. Op dit punt hier is hij ongeveer 2 hokjes gestegen. En op dit punt, op dit punt hier is hij 1 hokje gestegen. Dus dan heb je een paar tussenliggende punten. En dan kun je mooi een grafiek tekenen. Die ziet er dan zo uit. Moet een beetje, iets te hoog. Moet een mooie schets zijn, hè. Hoeft niet perfect, maar je moet wel een beetje die kromming laten zien. Vraag 9. Bereken ook de pH van de ontstaande oplossing. Nou, nu moeten we iets preciezer kijken. Laten we even een tabelletje maken voor de schaal. 0,5 mol hier. 0,5 mol is in de grafiek 2 centimeter. Nou, H+ is 2,25 centimeter geworden. Dus dan kun je uitrekenen hoeveel mol dat is. Van H+ is de chemische hoeveelheid 0,25, als je het netjes uitrekent. Mol. Nou, om de pH te berekenen moet je delen door het volume. Het zit in 2 liter. Dus dan is de concentratie H+. Dan moet je de chemische hoeveelheid delen door het volume. Dus 0,5625 delen door 2,0. Door die 2,0 mag je de concentratie maar in 2 significante cijfers geven. 2 significante cijfers. Dus dan wordt de pH min de logaritme van de H+ concentratie, die mag je dan maar in 2 decimalen geven. Dus dat wordt 0,55. Oké, gaan we naar vraag 10. Tom lost 2,05 gram natriumfosfaat op tot 500 milliliter oplossing. De pH van de ontstaande oplossing is 12,16. Ga naar dat het hier gaat om een zwakke base. Nou, natriumfosfaat, dat is Na3PO4. En als je dat oplost, dan krijg je PO4 3-. En negatieve deeltjes zijn vaak, niet altijd, maar vaak basische deeltjes. Dus laten we eens op zoek gaan naar PO4 3- in onze Binas-tabel. Hier hebben we hem. En de scheiding tussen sterke en zwakke bazen die staat hier bij OH-. Hieronder zijn de sterke en daarboven vinden we de zwakke bazen. En dan zien we dat PO4 3- net een zwakke basis is. Hij staat net op de rand, maar is inderdaad zwak. Laat met reactievergelijkingen zien hoe natriumfosfaat zich gedraagt in water. Nou, als je dat natriumfosfaat in water brengt, dan zal de vaste stof eerst oplossen. Dus dan krijg je Na+Aq 3 keer zoveel als PO4 3-Aq. Past er nog net tussen. Nou, dat PO4 3- is een zwakke base, dus PO4 3- zal met water gaan reageren in een evenwichtsreactie, want het is een zwakke base en een base neemt H+ op. Dan krijg je HPO4 2- en je krijgt OH-. Dit is de vergelijking voor bij vraag 11. Geef de notatie voor de oplossing van natriumfosfaat. Nou, die tweede vergelijking is dus linksliggend, dus dat betekent dat we vooral de deeltjes voor de pijl hebben. Dus we hebben PO4 3-Aq. Maar daar zitten natuurlijk ook nog natriumionen bij. Dus de notatie van de oplossing is
Na plus accu en PO4 3 min accu. Oké, gaan we naar vraag 13. Tom die lost dus die 2,05 gram op en we moeten met een berekening uitleggen dat dit ook duidt op een zwakke base. Nou, hier gaan we dus hetzelfde doen als bij vraag, 3 geloof ik. Stel dat het een sterke base is, dan gaat alle PO4 3 min gaat met water in een aflopende reactie reageren. En dan krijg je HPO4 2 min plus OH min. Nou, laten we dus even uitrekenen hoeveel OH min je dan zou krijgen en welke pH je dan mag verwachten. Dus dan beginnen we met de Na3PO4. En die massa, dit was dus 2,05 gram. Nou, met de molaire massa kunnen we het omrekenen naar mol. En die molaire massa is 163,94 gram per mol. Die kun je vinden in de binas, hè? Nou, dan kan je de hoeveelheid mol berekenen. Moet je die 2,05 delen door 163,94. En dan komen we uit, even spieken, ik had het al uitgerekend, 0,0125 mol. Maar dat is natriumfosfaat, wij willen alleen maar fosfaat weten. Nou, fosfaat, dat is 1 staat het 1, hè? Voor elke Na3PO4 krijg je 1 PO4 3 min. Dus die chemische hoeveelheid is ook 0,0125 mol. Die molverhouding is 1 staat het 1. Nou, stel je voor dat dat PO4 3 min hier dus in een aflopende reactie gaat reageren naar OH min. Dan is de hoeveelheid OH- dus ook 0, of zou dan 0,0125 mol moeten zijn. Ook die reactie is een verhouding van 1 start 1. En met een volume van 0,500 liter, 500 milliliter, even omrekenen naar liter, kun je dan de concentratie OH- berekenen. Dan moet je dus de chemische hoeveelheid delen door de liters. En even kijken, dan komen we uit op, waar heb ik hem staan? Oh, daar. Ja, natuurlijk delen door keer 2, hè, dat is 0,025 molair. Nou, dan kunnen we de pOH berekenen. Oh, trouwens, 3 significante cijfers hier, hè. Dus min de logaritme van 0,0250. En 3 significante cijfers, want die 2,05 was ook in 3 cijfers. En die 500 was ook in 3 cijfers. Dus vandaar dat we hier 3 significante cijfers hebben. En dat betekent dat je de pOH in 3 decimalen moet geven. Ja, dus daar hebben we een aparte les van, hè, over die significantie bij pH. En dan kun je de pH berekenen. Dan moet je doen 14,000 min 1,602. En dan kom je uit op een pH van 12,3. 9, 8. En maar we meten maar een pH van 12,16. En voor basische oplossingen, 7 is neutraal. Hoe hoger de pH, hoe basischer het is. Als hij sterk zou zijn, dan hadden we een pH van ongeveer 12,4. En we meten een pH van 12,16. Dat is dus minder basisch. Dus vandaar dat het een zwakke base is. Dan schets in de onderstaande diagram een mol-tijd-diagram voor PO4 3 min en OH min. Een schets staat erbij, dus een exact verloop in de tijd is niet nodig. Wel de begin- en de eindwaarden. Nou, we hadden de beginwaarde van PO4 3 min, die hadden we net al uitgerekend. Die is 0,0125. Dus dan beginnen we hier, 0,0125. En OH min begint natuurlijk bij 0. Nou, dan gaan we kijken wat er van die PO4 3 min afgegaan is, dan moeten we doen door de werkelijke pH om te rekenen naar OH min. Dus we hebben een pH van 12,16, dus een pOH van 1,84, dus een concentratie OH min. Ja, dan moet je 10 tot de macht min de pOH doen, hè? Dus dat is 10 tot de macht min 1,84. En dan kom je uit
op 0,014 molair. Past er net niet meer tussen. Zet het er even onder. Dit ziet er niet uit. 0,014 molair. En hoeveel mol? Want we moeten een grafiekje maken van mol. Nou, dan gaan we met het volume van de OMN. Het volume waar het in zat was een halve liter. Kunnen we de chemische hoeveelheid berekenen. Moet je de concentratie OMN vermenigvuldigen met het volume. Nou, dus dan moeten we die twee met elkaar vermenigvuldigen. En dan komen we uit op 0,0072 mol. Oké, dat betekent dus dat de hoeveelheid OA- met 0,0072 mol toeneemt. En de PO4-3- die neemt dus met 0,0072 mol af, omdat het een evenwichtsreactie is. Nou, eens even kijken, dit is 0,005. Dit is 0,0, dus ongeveer hier moet hij uitgekomen. En zo gaat hij dan stijgen. En die andere die gaat dus, even kijken, hij stijgt dus met zo'n bijna drie hokjes. Dus deze gaat met bijna drie hokjes dalen, dus die komt ergens hier uit. Dus dan krijgen we een grafiek die er zo uitziet. Deze onderste is voor PO4-3- en die bovenste is voor OH-. Oké, kunnen we naar vraag 15. Rangschikken. We hebben een aantal stoffen en daarvan wordt steeds 0,15 mol opgelost en aangevuld tot 1,5 liter. En we moeten de oplossingen rangschikken van lage naar hoge pH. Nou, eens even kijken. We hebben calciumoxide. Dat is CaO. Daar zit het O2-ion in. Dat is een base. En dus die pH zal hoger zijn dan 7. Dan hebben we salmiak. En er staat al bij ammoniumchloride. Dat is NH4Cl. Als je dat oplost, krijg je NH4-plus ionen. Dat is een zuur. Dus bij die bovenste hebben we een base. Dit is een zuur. Dan waterstofjodide. Dat is Hi. Dat is een sterk zuur. En dan hebben we mierenzuur. Dat moet je even opzoeken in BINAS. Maar dat is methaanzuur. Ziet er zo uit. Oftewel HCOOH. En dat is een zuur, maar dit is een zwak zuur. Dus dit is een zwak zuur. Dit is een sterk zuur. Dit is een zwak zuur. En dit is een sterke base. Nou, van laag naar hoog. De hoogste pH is natuurlijk van die base. Dus we eindigen met 1. Dan zit daarvoor, of we beginnen natuurlijk met het sterke zuur. Dus we beginnen met oplossing 3. Nou, en nu moeten we beslissen of we dit zwakke zuur of dat zwakke zuur eerst nemen. Nou, we hebben van beide evenveel. Het is allebei een eenwaardig zuur, dus ze geeft maar 1H plus af. Eenwaardig zwak, evenveel. Dan moeten we dus kijken welke van de twee sterker is. En mierenzuur is sterker dan NH4+. Dus dat betekent dat we van 3 gaan we naar 4. Die is het zuurst, die is iets minder zuur. Dan krijgen we oplossing 2. En de laatste is een base, dus dit heeft, heeft de hoogste pH. Vraag 16. Bereken de pH van oplossing 1. Nou, dat calciumoxide, als je dat in water doet, omdat O2- een sterke base is, gaat het reageren met het water. Dan krijg je calciumionen en je krijgt OH-ionen. De molverhouding is 1 staat tot 2. Dus als je van het calciumoxide oplost 0,15 mol, dan heb je van de oxide-ionen, van de hydroxide-ionen, van OH-, heb je 2 keer zoveel, dus 0,30 mol. Het volume waar het in zit is, 1,5 liter. Dus dan kunnen we de concentratie OH- berekenen. Moet je de chemische hoeveelheid delen door het volume. Dus 0,30 moet je delen door 1,5. En dan kom je uit op een concentratie van 0,20 mol per liter. Nou, dan kunnen we de pOH uitrekenen. Dat is dus min de logaritme van 0,20. Dan komen we uit op 0,70. En omdat die concentratie twee significante cijfers geeft, geef je de pOH in 2 decimalen.
En wordt de pH dus 14 min 0,70 is 13,30. Nou, datzelfde gaan we doen voor oplossing 3. Oplossing 3, HI, waterstofjodide, is een sterk zuur. Dus als je van HI een chemische hoeveelheid oplost van 0,15 mol, dan krijg je van H+ dezelfde hoeveelheid, want het is een sterk zuur, eenwaardig, dus de molverhouding is 1, staat het 1. Nou, met datzelfde volume van 1,5 liter kom je dan uit op een concentratie van H+. Nou, dan moet je die twee delen door elkaar. En dan kom je uit op 0,10 mol per liter. Nou, dan is de pH is min de logaritme van 0,10. En die 0,10 mag je in twee decimalen geven, dus twee significante cijfers, dus de pH doe je in twee decimalen, dus 1,00. Oké, gaan we naar vraag 18. Men voegt 0,25 liter van oplossing 1 bij 0,25 liter van oplossing 4. Geef de reactievergelijking. Denk om de juiste notaties van de twee oplossingen. Nou, oplossing 1, daar zit dus calciumoxide in. Maar we hebben net gezien dat het calciumoxide in het water wordt omgezet naar een oplossing van calciumhydroxide. En dat komt omdat die O2- een sterke basis is, dus je krijgt 2 OH-. Dus in de oplossing bevinden zich calciumionen en hydroxide-ionen. En dan gaan we mengen met oplossing 4, dat is een oplossing van mierenzuur, dat is dus HCOOH. En dat is een zuur, dus dat geeft H+, maar omdat dit een zwak zuur is, gaan we niet met die H+ werken. Want dit is een zwak zuur, linksliggend evenwicht, dus dat betekent dat HCOOH gaat reageren met OH-. Dus de reactie wordt HCOOH plus OH-, en dan wordt er een H+ uitgewisseld, en dan krijg je HCOO-, en je krijgt H2O. Nou, datzelfde moeten we doen voor vraag 19. Men voegt 0,25 liter van oplossing 1 bij 3. Dus vraag oplossing 1 bij oplossing 3. Nou, even kijken. Dus we hebben dat calciumoxide hadden we met water. En dat werd dus calciumhydroxide opgelost in water. Dus met 2 keer zoveel OH-. Dus de molverhouding is 1, staat tot 2. Dat hebben we straks nodig bij vraag 20. En HI, ja, dat splitst volledig in H+ en I-. Dus dat betekent dat een aflopende reactie is. Dus de H-plussen zitten in de oplossing van, zitten in oplossing 3. En OH-minnen zitten in oplossing 1. Dus de reactie wordt dat H+ gaat reageren met OH-. En dan krijgen we water. Oké, nu vraag 20. Breden neer wat de pH wordt na het samenvoegen van de oplossingen. Nou, je zou misschien denken H+ plus OH- dat wordt water. En water is neutraal, dus de pH wordt 7. Ja, maar dat is niet het geval. Want kijk, van dat calciumoxide hadden we 0,15 mol opgelost. En van dat HI hebben we ook 0,15 mol gebruikt. Dat betekent dat je van die H+ een 0,15 mol hebt. Dus die gaat hier ook reageren, 0,15 mol. Maar van die OH-minnen, ja, dat is 1 staat 2, daar heb je dus 2 keer zoveel van. Dus als je die oplossingen gaat mengen, dan gaan al die OH-minnen, die gaan hier in dit mengsel, worden die toegevoegd bij die H-plussen. En dan zie je dat je OH-minnen overhoudt. En je houdt meer OH-min over. OH-min is in overmaat. Dus zal de oplossing basis zijn. Dus is de pH hoger dan 7. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit oefenstensel. Wil je nou meer oefenen? Kijk je op chemia.nl. Daar vind je allemaal oefenmateriaal bij verschillende methodes, uitlegvideo's en je vindt er oude examens om mee te oefenen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.